De transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het wereldwijde energieverbruik en is een belangrijke bron van emissies. Sinds de invoering van de eerste stoomtrein in 1804 hebben fossiele brandstoffen het overgrote deel van het transport over land, over zee en door de lucht aangedreven. Deze fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, zijn niet hernieuwbare energiebronnen. We putten uit reserves, terwijl de aanleg voor nieuwe voorraden een eeuwigheid duurt. Door het gebruik van deze brandstoffen stoten we enorme hoeveelheden koolstof, die vroeger diep onder de grond opgesloten was, in de vorm van CO2 uit in de atmosfeer. Dit moet veranderen. En snel. Deze verandering vergt echter een keur aan verschillende oplossingen. Elektrische voertuigen worden vaak als de oplossing genoemd en zijn ook essentieel om de emissies terug te dringen. Maar elektrificatie alleen zal niet genoeg zijn. Elektrische voertuigen zullen tegen 2020 naar verwachting nog geen 15% van het gebruik van fossiele olie in transport vervangen. We moeten dus ook alle andere oplossingen omarmen. Waterstof kan helpen, maar we moeten de productie van groene waterstof, die op dit moment nog maar 1% van de waterstofproductie vertegenwoordigt, exponentieel opschalen. Dit zal tijd kosten. E-fuels, gemaakt met waterstof en CO2, zien er veelbelovend uit, maar daarvoor is ook groene waterstof nodig. Hernieuwbare brandstoffen zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam transport. Hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van bronnen die voortdurend opnieuw wordt aangevuld. Wanneer hernieuwbare brandstof wordt geproduceerd uit volledig hernieuwbare grondstoffen, kan de uitstoot van broeikasgassen met wel 90% worden verlaagd over de hele levenscyclus van de brandstof ten opzichte van fossiele brandstoffen. In 2019 hebben hernieuwbare brandstoffen bijna 4% van alle fossiele olie vervangen die wereldwijd voor transport werd gebruikt. Door flinke investeringen en het gebruik van nieuwe grondstoffen zou bijna 40% van het hedendaagse olieverbruik in de transport kunnen worden vervangen. Hernieuwbare brandstoffen hebben nog een ander belangrijk voordeel. Ze kunnen in de bestaande infrastructuur worden gebruikt. En ze kunnen nu al in de huidige auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen worden gebruikt. Hernieuwbare brandstoffen zijn een bewezen oplossing. Ze zijn nu beschikbaar en kunnen snel worden opgeschaald. Het is duidelijk dat we van fossiele brandstoffen moeten overstappen op hernieuwbare oplossingen, of het nu gaat om hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare waterstof of hernieuwbare brandstoffen. Change runs on renewables.